OIS overhandigt verslag regio Wayambo aan waarnemend voorzitter DNA. De organisatie van inheemsen in Suriname, OIS, heeft het verslag van regio Wayambo overhandigd aan de waarnemend voorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bova. Het verslag, dat overhandigd werd op donderdag 10 januari 2019, is de uitkomst van een eerder gehouden meeting van 4 januari 2019 te Centros Ansdres Bio Instituto aan de Frederik Derbystraat. De organisatie vraagt aandacht voor ontwikkeling van de gebieden in de regio Wayambo op sociaal en economisch gebied. Daarnaast heeft de OIS ook aandacht gevraagd voor veilig transport. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.